en welkom bij weer een nieuwe vlog van Firm of the Future. Goedemorgen Nees. Goedemorgen. Jij hebt de afgelopen maanden bij ons stage gelopen en je hebt onderzoek gedaan naar het kantoor van de toekomst. Ja, dat klopt. De afgelopen 2 jaar is er veel geëxperimenteerd en geïmproviseerd op het gebied van werken. En vandaag gaan we een kijkje nemen naar het kantoor van de toekomst. Wat leuk, laten we gaan. Vertel, wat doen we bij dit gebouw? Nou, dit is een kantoor. Het is nu 9:00 ochtends. Kan jij even kijken of er iemand aan het werk is? Nou, ik zie niemand. Nee, en dat is ook precies onderdeel van het probleem. De meeste kantoren zijn na werktijd dicht en de ruimte wordt dan onbenut. In dit geval is het dus zelfs zo dat het kantoor tijdens werktijd dicht is. In het kantoor van de toekomst zal dit niet het geval zijn. Tijdens werktijden zal ruimte gedeeld worden door verschillende bedrijven. Na werktijd zal een deel of alle ruimte gebruikt worden voor andere doelen. Denk aan een sportschool, evenementenzaal, restaurant, theater. Op deze manier zal er geen onbenutte en dus verloren ruimte zijn. Wat goed, dan kan ik na werktijd gelijk sporten en dineren. Ja, dat zou dan zeker mogelijk zijn. Nees, we staan nu in een woonwijk. Wat heeft dit met het kantoor van de toekomst te maken? Nou, het multifunctionele kantoor waar ik je over vertelde, zal dichter bij je huis komen te staan. Oké, dus ik hoef niet meer de auto te pakken naar werk. Dat klopt. De stad van de toekomst heeft een centraal stadscentrum. Vanuit het centrum ontspruiten wijken, ook wel lobben genoemd. In deze wijken zal een multifunctioneel gebouw komen te staan, wat ook als kantoor inzetbaar is. Door modulaire ruimtes is het gebouw flexibel inzetbaar. Hierdoor zullen mensen lopend of met last mile transport naar hun werkplek gaan. Dit zal helpen met het verminderen van reistijd en de werkvrije tijdbalans die mensen niet hebben bij thuiswerken. Ook zal het gebouw deel uitmaken van de lokale gemeenschap. Lekker in de buurt werken dus, dat lijkt me wel wat. Nees, wat doen we bij dit gebouw? Is dit ook een kantoor? Niet precies, maar dit is wel een meubelzaak voor kantoren. Wat hebben meubels te maken met het kantoor van de toekomst? Krijgen we allemaal een sta-bureau? Niet precies een sta-bureau, maar om het multifunctioneel ruimtegebruik te faciliteren, hebben we wel ander soort meubels nodig. Oké, en wat heb je daar in je hand? Nou, dit is een oorworm en die gaat ons helpen bij het maken van een nieuw soort meubel. Een insect gaat ons helpen. Wat is hier zo speciaal aan dan? Je zou het in eerste instantie niet zeggen, maar oorwormen kunnen ook vliegen. Ze hebben vleugels die verstopt zitten op hun middenstuk. Deze vleugels zitten helemaal opgevouwen om zo min mogelijk ruimte in beslag te nemen. Wat het zo bijzonder maakt, is dat de vleugels erg makkelijk in- en uitvouwbaar zijn. Eigenlijk zijn het dus origami-kampioenen. Dit principe kunnen we gebruiken om meubels te maken die makkelijk in te klappen zijn. Zo kunnen ze ook een andere functie vervullen, bijvoorbeeld als een scheidingswand. Wauw, dat heb ik helemaal nooit geweten. Dus we gaan allemaal onze meubels opvouwen en aan onze origami-kunst werken. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Nou, dit lijkt meer op een bos dan op een werkplek. Ja, maar het is geen echt bos. Het is eigenlijk kantoor met heel veel groen langs de gevel. Oké, gaaf. En gaan we dat dan in de toekomst meer zien? Jazeker, om verschillende redenen. Omdat het kantoor van de toekomst onderdeel is van de lokale gemeenschap, is het belangrijk om bij te dragen aan het verbeteren van de omgeving. Het aanbrengen van groen heeft veel voordelen. Planten vervullen verschillende functies in het ecosysteem, zoals warmte vasthouden, koelen, de lucht filteren en het verbeteren van de biodiversiteit. Ook is het zo dat groen in de omgeving positief is voor de mentale en fysieke gezondheid. Oké, meer groen in en om je werkplek dus. Daar kan ik me wel in vinden. Volgens mij weet ik nu al wat er belangrijk is voor het kantoor van de toekomst. Laat maar horen. Kantoren in de toekomst worden multifunctioneel gebruikt. Dit betekent dat iets wat overdag een kantoor is, na werktijd bijvoorbeeld een sportschool kan zijn. Kantoorgebouwen zullen meer gedecentraliseerd staan in de wijken. Hierdoor kunnen mensen dicht bij huis makkelijk naar kantoor komen. Om multifunctioneel ruimtegebruik zo makkelijk mogelijk te maken, zullen meubels worden ontwikkeld die makkelijk inklapbaar zijn om op te bergen. Of kunnen transformeren in bijvoorbeeld een scheidingswand. Als laatste is het toevoegen van meer groen in en om kantoren van groot belang voor de gebruikers en de omgeving. Je hebt duidelijk weer heel goed opgelet. Dankjewel en jij bedankt voor je stageonderzoek bij ons. Wie weet werken we ooit nog samen in het kantoor van de toekomst. Nou, dit was alweer de vlog. Jullie allemaal bedankt voor het kijken en tot de volgende.